FC Dordrecht speelde dinsdagavond de laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Ze speelden gelijkspel tegen het Ambachtse ASWH. Als je dit in een bekerwedstrijd hebt of als je dit in een latere fase hebt, dan zou dat zelfs heel vervelend zijn. Moet je eerlijk zeggen dat in deze fase dat op dit moment absoluut niet het belangrijkste is. Wat wel het belangrijkste is, is de manier hoe je hebt gespeeld. En daar zijn ook nog genoeg ontwikkelpunten in te vinden. En aan de andere kant hebben we ook een zeer goede eerste 35 minuten gezien. Dus nogmaals, het selecteert zich vanzelf. En straks gaan we naar de eerste elf toe. Het elftal moet hard knokken voor een positie. Volgens de trainer kan dat altijd veranderen. Wij geloven heel veel in concurrentie en strijd in een groep. Dus dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Maar er zijn bepaalde jongens die hebben wel een streepje voor en een bepaalde krediet. Ik bedoel, Daniel Breedijk was er vandaag niet bij door een blessure. Maar als Daniel Breedijk fit is, dan is dat een vaste basisspeler. En aan de andere kant is het gezond om voor je plek te knokken natuurlijk. Komende zaterdag heeft FC Dordt een open dag. En dan wordt ook de wedstrijd gespeeld tegen Young Norwich. Het moet een leuke dag worden. Volgens mij is het prima weer. Alles is aanwezig om er een goede dag van te maken.